cloud provider neemt absoluut een belangrijk deel van de cloud security voor haar rekening. Tegelijkertijd zeggen zij, cloud security is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus de bescherming van je bedrijfsinformatie, de toegang ertoe en de verkeersstromen, dat moet je echt zelf doen of laten doen. Te beginnen is het belangrijk om je risico's in kaart te brengen en daar maatregelen op te implementeren. Dan kunnen bedrijven als INIP kunnen je daar prima bij helpen. Daarnaast, op het moment dat je dat gedaan hebt, dan moet je controls inrichten om ervoor te zorgen dat je niet alleen goed beschermd bent, maar ook weet wat er gebeurt en daarover kunt rapporteren. Een stukje compliancy. Koudwatervrees komt voort uit angst om de controle te verliezen. Je hoort vaak, ik heb het altijd zelf gedaan, ik wil graag zelf het slot op de voordeur doen, ik wil weten waar mijn data staat. Terwijl, laten we eerlijk zijn, dat partijen als Equinix, hoe zij hun datacenters inrichten, ja, dat is van absoluut topniveau qua fysieke beveiliging. Een vriend van mij is cloud-architect en die zei laatst tegen mij, Marcel, de cloud is voor mij als een speelgoedwinkel voor een klein kind. Ik kan er zoveel mooie dingen mee. Binnen no time heb ik een omgeving opgebouwd. Maar, vervolgde hij, daar zit ook een keerzijde aan. Je kunt ook net zo makkelijk ook dingen stuk maken. Daarom is het belangrijk, zeg maar, in je fundament, zoals in je architectuur, al onderwerpen als security, performance en hoge beschikbaarheid, daar aandacht voor te hebben. De cloud is bij uitstek geschikt om innovaties door te voeren met een hele korte time to market. Dus de IT-manager hoeft zich, anders dan traditioneel gezien, niet meer bezig te houden met instandhouding van de infrastructuur. Wat hem nu veel tijd kost. Hij is in een nieuwe situatie veel meer een business partner. Hij houdt zich bezig met architectuur, met beleid, met regievoering van derde partijen. Om heel goed aansluiting bij de businesswensen te houden. Ik raad bedrijven af om as is hun IT-omgevingen te migreren naar de cloud. Maak de move naar de cloud op het moment dat je echt je businessmodel gaat innoveren of dat je je applicatielandschap gaat consolideren. En vanaf dat moment ook heel goed je security en je performance gaat inrichten. Een nieuw perspectief op cloud security is in een keten van verantwoordelijkheid. Enerzijds tegemoetkomen aan de snelheid die de business wenst en tegelijkertijd de controls en de tools bieden om de veiligheid van informatie te garanderen. In het AM4 datacenter van Equinix houden wij een roundtable sessie. Wij nodigen u graag uit om samen met architecten, IT managers, business owners, security officers te praten over dit thema. U bent van harte welkom.